Kijk eens wat ik hier heb. Radio Gaming. Dag lieve heidertjes, leuk dat jullie kijken naar een unboxing video. Zoals jullie zien heb ik de Watchdog, de Special Vigilante Edition. Ik wilde niet de DedSec Edition, die was ten eerste rete duur en dan krijg je er een poppetje bij. En dit vond ik veel cooler, want je krijgt er een, hoe heet het bij je? Je krijgt er een, godsamme, ik krijg een hekel aan plastic soms. Je krijgt er een pet en een masker bij in plaats van zo'n poppetje. En ik krijg nooit echt veel waarde aan van die poppetjes. En ik weet dat je de pet ook online kan kopen, maar dat is te veel moeite. Maar je kan ook dat poppetje gewoon in de winkel kopen. En zoals jullie zien, ik heb plastic er nog niet eens afgehaald. Nu dat plastic eraf. Ik was wel bang, want ik had hem bij Saturn besteld. En toen ging ik even online kijken. Toen zag ik 1 week levertijd. Dus ik dacht zo van, oh, 1 week leverdatum, zeg maar. En dat is een mooi hoesje. Je hebt aan de achterkant... zie je wat erop staat? Je ziet gewoon wat er in de inhoud van de Vigilante Edition zit, bla bla bla. Een extra missie waardoor je sneller kan ATC's kan hacken. Volgens mij zijn dat, hoe heet het? Zijn dat van die automaten, van die pinautomaten? En je krijgt een soundtrack. Zien we straks allemaal wat erin zit. Want dat is veel cooler als het gewoon een soort van geheim houden. Volgens mij het zijn twee delen. Je ziet echt gewoon zo'n split tussen zitten. We gaan even Aiden Pierce zijn hoofd openmaken en dan krijg je. Ik weet niet wat het is. Ik zie het zelf niet eens. Het is een poster of zo. Ik weet niet, een neerzet poster. Die kan ik dan straks mooi in de achtergrond neerzetten. Dat is wel grappig om te doen. En heb je hier zo Watch Dogs en dan op zo'n kopje dan natuurlijk. Zo. In ieder geval. Je hebt een mooi logo. Aan de andere kant heb je Aiden Pierce plus het logo van Watch Dogs. En dat is about it. Dat is de doos. En er zit een soort van magneetje in. Dat is ook wel chill. Dat het dan een klein beetje moeite kost. Je ziet het hier misschien een klein beetje zitten, hier een bobbel zit. Hier zit ook een bobbel. En dat zijn twee magneetjes. Nou, dat is ook allemaal leuk en aardig. Ik ga even aan één kant kijken. Ik weet niet wat er aan welke kant zit. Ik weet niet hoe je zo'n ding open krijgt trouwens. Zo. Wat zit er in deze kant? Natuurlijk. Een zwarte doos. Nee, dat is de game waarschijnlijk. Er zit waarschijnlijk de game in. En het is gewoon een mooie game. Gewoon mooi. Het ziet er gewoon cool uit. Net zoals de poster die ik in mijn achtergrond heb. Oh, dit is wel heel erg flitsend. Zo, Watch Dogs, PC. Ik heb een PC-editie gekocht omdat ik een PC-gamer ben. Voor de mensen die zich dat afvragen. Ik speel eigenlijk altijd op de PC. Watch Dogs soundtracks, dus die zitten ook bij. Er zijn 20 delen in zit. Oh, er zitten echt gewoon letterlijk 13 nummers in. Ik weet niet of die copyright-free zijn, want dat zou wel super chill zijn als die copyright-free waren. Maar ik denk het niet. Ik denk niet dat je die zomaar kan gebruiken. Dan heb je hier dan de soundtrack. Bla 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 bla. Wat zit er dan nog in de hoes? Oh nee, dit is helemaal in plastic. Ik heb echt een scheidhekel aan plastic. Als er iets is waar ik een hekel aan heb, is het plastic. Ja. Plastic. Heel fijn dit. Moet ik het dan maar met... Ik heb hier toevallig een schaar liggen. Ik ga gewoon lekker zo doen. Maar, Rayo, dan mol je toch de game? Nee. Nee, ik let wel op. Dit is te belangrijk om te mollen voor mij. Ik mol heel vaak dingen. Maar dit soort dingen niet. Het is eigenlijk een hele lange tijd geleden dat ik een... hoe heet het? Een echte... Zo'n CD-ROM houder of een PC-DVD-ROM houder heb voor een game. Dat is echt lang geleden. Laatst is echt Rollercoaster Tycoon 2 geweest. En die is oud, jongen. Maar dat is, heb je dus de game. Wat zit er allemaal in de hoes? Hier heb je gewoon de game erin zitten. Er zit een Uplay Activation. Oh, die ga ik niet laten zien. Dat ga ik eruit knippen. Er zit een Uplay Activation code in. Maar die is waarschijnlijk al gebruikt zodra dit uitkomt. En CTOS mobile ding. Maar ik heb een Windows phone, dus het werkt waarschijnlijk niet. Helaas. Scheidhekel. Nee, dat vind ik jammer. Dat vind ik jammer dat ze dat dan zo hebben gedaan. En, oh, aan deze kant zit ook het masker. Het masker van Aiden Pierce. En daar, dat soort dingen doe ik het om, want dat vind ik echt rete vet. Ik ga meteen even aantrekken. Ik ga het zo wel laten zien. Het is echt rete vet, dit ding. Ik ga het ding vaker dragen. Ik ga het gewoon tijdens de gameplay ga ik het gewoon dragen. Om puur om in de feeling te komen. Aan deze kant zit dan waarschijnlijk, ja, Aiden Pierce zijn vet. En die ga ik ook dragen, denk ik, tijdens de gameplay. Dat lijkt me gewoon cool, gewoon... Als Aiden Pierce gewoon hier te zitten. Verder nog iets in. Nee! Nee, dat was het. Dit was dus de unboxing. Dus wat hebben we er allemaal in zitten? We hebben dus de masker. We hebben de pet. We hebben de game. We hebben de soundtrack. En dat is het. En we krijgen zo'n coole doos erbij. Met de poster ding. Zo. En dat was het. Dit was de unboxing. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren, te liken, te favoriten en te commenten als je meer unboxings wil zien van coole games. Ik weet niet of die eraan komen, maar als ik een, weet ik veel, de Division, de Special Edition koop, dan laat ik zeker een unboxing zien. Dus dat.
Vergeet te abonneren, te liken, te favoriten en te commenten. En dan hoop ik jullie de volgende keer weer te zien. En tot dan, zeg ik, later!